Sporttrucks, stap los, zijn we er klaar voor? En dan kan hij gaat steeds harder weg en dan steeds beter mogen. Je hebt nog alles een beetje verstand van die Renault met die Mac V8. Niet zeker te zeggen. Zo, misschien is het interessant om daarvoor eens een keer op onderzoek uit te gaan. Ja. Onder het motto in deze versnelling moet je het doen. Ja. Net niet helemaal. Gaan we even kijken naar. Zo. Waarmee weer om een turbo naar de eeuwige jachtveld geholpen wordt. Zo'n grote vuurbal, jongen. Bam! Ori. Deze kant is het, het V8 geweld, oftewel Scania. Die meestal de laatste tijd ook wel zeer goed loopt. Kijk, en daar gaat turbo nummer 2. Opnieuw een turbo naar de eeuwige jachtvelden. Jazeker, ditmaal als ik het goed bekijk, een truc voorzien van 2 turbo's. Eén op de linker cilinderbank, één op de rechter. En het was de linker die het heeft begeven. Tegenwoordig staat zo goed lopen. Door combinatie TVK, komt ie. Tot het laatste toe uitgespeeld, oftewel hier een afstand neerzet van 83,58 meter. Ook wel een pittige sluitwagenverstelling. 103 meter en 30 centimeter. Had je al geplaatst eigenlijk voor het NK aan het jump? Dan gaat hij vandaag stappen voor de orde. Nee, daar is een topniveau. Ja, dan moet je op topniveau rijden. Dus inderdaad op promo niveau moet je inderdaad bij de eerste 2 in de competitie. Kijken wij naar die beul uit Haskamp, de Volvo FH16 Haskamp. Henk, ze gaat de chauffeur van dienst. Eens kijken of hij die Volvo aan kan halen. Komt ie! Kijk eens aan. En over Haskamp gesproken, we gaan op 28 juli. 28 juli gaan we met z'n allen maken. Zo! Ja, dat bedoel ik. Elke dag weer een stapje vooruit. Ja, dat was vanwege die witte lijn. Inderdaad, van het gas af. Jammer! 107 meter 57 is de promoklasse 3-6. Op dit moment genoeg. Goed voor een finale. Zo, dan hoopt hij er even in, Hartzee. Goeiedag. Dat
daaraan kunnen zien hoe de sleepwagen staat toch serieus. Maar die 2700 toeren die zijn nog lang niet gevonden. En als we die 2700 toeren aangecheckt hebben, dan moeten we langzaam nog de koppeling een klein beetje op laten komen. Om te proberen nummer 32 per cilinder. Thermo intercooler. Dit brandstof maximaal 2700. Kunnen wij gaan op toeren met Team EVS Team Rhino Rocket. Hé, hey, dan zou die nou moeten komen. Strak weg, zeg. In verhouding eigenlijk nog beter gereden dan als de eerste run. Ja, dat had ik ook het gevoel. Want de sleepwagen, de bak, is 3 meter eerder voor. Nee, maar ik kijk zo tussen truck en sleepwagen door en ik zie daar net over de ketting hier het vlaggetje staan. Waar het uit, maar is er een meter of 2-3 overheen. De toeren van de Crazy 810 aan deze kant. 106. Officiële pool. Gaan we in de finale. En dat inderdaad, jij zei ik zojuist al twee testruns. 124,79. Zo, goeiedag. En ik had over 106. Ik had net nog steeds het gevoel dat hij niet helemaal stil stond. Gewoon afgevlacht omdat hij goed voelde op de plek kon staan. Ja, en hij voelt vol aan je lach bij de 120, hè? Ja. Spijtig. En binnen de lijntjes. Oh, klinkt goed, klinkt goed. Heel netjes gereden hoor. Dat is gewoon super. Ja, maar eens even kijken wat voor afstand als er nu op de klokken komt. 96,84 meter. Zo, en dat in de finale afstelling. Precies dezelfde afstelling als zojuist de finalisten hebben gereden, ja. Dus we mij niet, mag ik niet klagen, nee. Wat
Co-pilot gaat er even terug. Dan is er natuurlijk één iemand hier dan absoluut terug te wachten om buiten te spelen. Zeg, we hebben elkaar. Van de Heus. Met deze 101,85 meter kunnen we concluderen dat Red Dream hiermee geëindigd is op de tweede plaats. De eerste plaats dus voor...